Zou jij eens op play willen drukken en dan beschrijven wat je voelt? Ja, dit is wel leuk. Ja. Moet ik hem ook weer op pauze zetten? Ja, want er moet eerst nog getraind worden en een wedstrijd worden gespeeld. Maar na de 0-6 overwinning bij FC Zürich afgelopen woensdag is de eerste keer dat de Ajax-vrouwen de groepsfase van de Champions League behalen nu wel heel dichtbij. Het zonnetje schijnt, ik zag veel lachende gezichten. De sfeer zit er goed in, hè? Ja, zeker. Na een 6-0 overwinning nu woensdag afmaken. Dus zit er zeker goed in, ja. Woensdag speelt Ajax de return tegen Zürich op de toekomst. Het kan eigenlijk niet meer misgaan, toch? Kan nog misgaan? Nee, eigenlijk niet. Nee, tuurlijk niet. Ja, dit mogen we ook niet meer weggeven, dat besef is er wel. Maar we willen ook heel graag aan ons eigen publiek, het thuispubliek, laten zien wat we vorige week hebben gedaan, dat we dat ook hier thuis kunnen. En de ogen van de fans zullen dan waarschijnlijk ook weer gericht zijn op Romee Leuchter. Woensdag maakte zij 3 goals in 13 minuten. Hoe vaak heb jij deze week gedroomd over die hattrick? Nee, ja, ik moet zeggen eigenlijk niet meer of zo. Nee, ja, ik bedoel, het is mooi dat je 3 keer kan scoren, belangrijk kan zijn, maar ja, dan moet je ook weer door. Ik denk niet dat iedereen dat had gedacht, dat we 6-0 van Zürich even zouden winnen. Maar goed, het is wel weer een wedstrijd op zich en zij zullen ook iets gaan doen. Zij bereiden zich ook voor, dus wij moeten ons vooral ook focussen op wat wij moeten doen. Naast Ajax kunnen ook de vrouwen van FC Twente nog doorgaan naar de groepsfase van de Champions League. En dat zou volgens Bakker een mooie stap zijn voor het hele Nederlandse vrouwenvoetbal. We hebben vaak gesproken over de financiën, maar ook op sportief vlak is het erg belangrijk, hè, dat onze competitie aantrekkelijker wordt voor ook buitenlandse speelsters. Dat wellicht de Nederlandse talenten langer in Nederland blijven. Daar droom je van als klein meisje en dat kan met je club waar je echt voor bent. Ja, dat is fantastisch. Dus dat voel ik. De aftrap is morgen om 7 uur.